oorlog is ook en bovenal burgerleed. Je zou maar de pech hebben op een plek te wonen waar een oorlog losbarst. Je dreigt alles te verliezen wat je lief had. Je gezin, je familie, je buren, je vrienden, je thuis, je werkplek, de stad waar je ooit woonde. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Ypres tot een ruïne herschapen. Wat restte was puin met hier en daar nog sporen van het voormalig leven. Van kostbare kunstschatten tot schijnbaar onbenullige sleutels. Sleutels van huizen waar tot voor kort mensen woonden. Om hun overleden inwoners niet te vergeten, bouwden veel gemeenten een monument. In Ypres gebeurde dat hier. Maar hier wordt slechts één burger bij naam genoemd. Vreemd, want onderzoek leert ons dat hier ruim 700 burgers om het leven kwamen. In 2010 zette Ypres de eerste stap om burgerleed op te nemen in de oorlogsherdenking. Maar zou dat niet nog beter kunnen? Door hem bij naam te noemen op de plek waar de oorlog hen trof. Daarom lanceerde het in het Flanders Fields Museum het project De Verloren Sleutel. Bronzen sleutels liggen letterlijk op de Ypresse straatstenen. Elk exemplaar vermeldt de naam van het slachtoffer en ook sterfdatum en leeftijd. Ze liggen op de plek waar deze persoon door het oorlogsgeweld getroffen werd. Jules Lazeure, Maria van Asche en hun kinderen vonden in dit huis in november 1914 een veiliger onderkomen. Tot in december 1914 de stad nog heviger onder vuur kwam te liggen. Op 3 december viel er een bom op de achterkeuken. Maria en haar 2 kinderen waren op slag dood. Op deze sleutel staat de naam van Eugenie, de zus van Maria. Een paar weken voordat Maria en haar kinderen om het leven kwamen, kwam Eugenie samen met 3 van haar kinderen om het leven. Haar jongste zoontje overleefde het bloedbad omdat hij onder het lichaam van zijn mama lag. Hoeveel burgerleed kan één familie aan? Iedereen die wil bijdragen aan de herdenking van de burgerslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog kan peter of meter van een sleutel worden. Dit kun je ook met je school doen. Ik vond het superbelangrijk om een sleutel te adopteren met onze school, om de leerlingen zich bewust te maken van het feit dat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen tijdens Wereldoorlog 1 en ook om de link te leggen met de actualiteit. Overweeg je ook om beter of meter te worden? Neem dan een kijkje op onze website.